Zo, klaar ervoor? Ja, helemaal omgekleed. Toppie man, zullen we? Yes. Hoi. Hoi. Hoi man. Wil je nog iets hebben of? Nee, ik heb genoeg koffie op vandaag. Top, dan gaan we. Jongens, werk ze, houd rustig. Hetzelfde. Yo, thanks. Oh. Zo. Had je sleutels al? Ja, ja, die heb ik bij me. Top. Heb je er een beetje zin in? Ja, zeker. Altijd. En jij? Ja, ik kwam een beetje vroeg mijn bed uit vandaag, maar gaat wel lukken. Ah, top man. Rij jij maar. Ja. Welk roomnummer zullen we pakken vandaag? Ik geloof 3202. Bij plan. Zo, zit jij even de lichten even te checken? Ja. Ziet er goed uit, hè? Denk ik. Ja, ziet er goed uit. Ja, top. Oké. Ik status op vrij. Meldkamer 3202. 3202, geef bericht over. Ja, op luisteren vroege dienst noodhulp over. Op luisteren vroege dienst noodhulp is genoteerd. Fijne dienst en uit. Nou, we zijn aangemeld. Top. Oh. Even wakker worden. Ja. 3202. RT 3202. 3202. Blijf luisteren. De 3208, RT 3208. U zegt het. Graag buiten te plaatsen, prio 1, richting tegenover de golfclub, is er een zwarte zwarte cabrio gebotst tegen muur. De persoon is niet aanspreekbaar en heeft een beroerte. Ambulance is ook aan rijdend over. Ja, begrepen van 3202. Zo, zit jij alles aan? Bedankt, ten eind. Rechts, vrij. Rechts staat stil, ja, kom maar. Oh, we lopen een beetje links, hier. Ja. Zo. Rode licht, rechts vrij. Ja, kom maar. Heb je de route of rij je op gevoel? Nee, ik weet al wat het is. Oké, ja, vrij. Hier rechts zeker, hè? Ja, ja, klopt. Oké, okay, let op links. Ja, even ons gezien. Yes. Tegenover de golfbaan, waar is hij dan tegenaan geknald? Is het er tegenover? Ja, ik... Oh, let op, joh. Zo. Ik begreep tegenover de golfbaan. Oh. Maar ik begreep ook iets van een beroerte, dus we gaan het zien. Ik ben benieuwd, was die ambulance ook al gestuurd of niet? Ambulance rijdt mee en de 3208 geloof ik ook. Zijn motor. Top. Rechts, baas gaat rijdt rijden. Door, ja. En... Ja. Dankjewel. Ja, jong. Zijn vrouw zeker. Ja. Een zwarte cabrio. Tegenover de golfbaan, ik zie nog niks. Het is, ik ga hier eens rechts op. Ja, ik zet even schreeuwen uit hoor. Yes. Er is een parkeerplaats gebeurd. Oh, ik heb de melding nog eens ingelezen, maar het lijkt toch echt erop dat het niet op de golfbaan is, maar ergens anders. Een beetje de straat weer op en dan naar rechts of zo. Oké. Okay. Ik zal eens 3208 vragen. 3208, hier de 3202 over. 3202, u zegt het. Heeft u al visueel van het ongeval over?
correct, ik sta ernaast. Oh, daar rechts, rechts, rechts. Ja, wij zien jullie, we komen eraan. Hier naar rechts en dan oversteken. Daar zo. Oh, daar? Ja. Oh, 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 hallo, hallo. Weer een vrouw, oh nee, mevrouw, ja, dat lossen we straks wel op. Jongen, jongen, jongen. Dat zie je toch wel, hè? Hey meneer, hoort u mij? Zet jij maar oranje aan trouwens. Oh, wacht. Meneer? Oh, oh ja. Goedendag, hoi. Goedendag. Hey, ik heb geen reactie van hem. Oké. Okay. Nou, de ambicontrole. Meneer, kunnen we mij horen? Meneer. Ja, ja. Daar komt iets uit. Hoi. Nou, jongens, scheve mond. Nou, wacht al. Oké. Oké, top. Oh, de ambulance. Ja, top. Hey, meneer, de ambulance is er al. Ze komen je helpen. We gaan u ook helpen. Ja. Even een auto-ongeval gehad. We gaan zo meteen uit het voertuig halen. En dan gaat hij worden nagekeken door de ambulance. Wacht. Ja. Goed. Ik geef zo meteen even kort de sit-trap. Kun jij kentekencheck check misschien even doen? Ja, is goed man. Laat trouwens ook gelijk een sleepje komen. Ja, komt goed. Hoi Ambu. Even denken hoor. We zijn hier ter plaatse gekomen met z'n tweeën. Of met z'n drieën moet ik zeggen. Voertuig zo aangetroffen. Niet verplaatst. Meneer ook niet verplaatst. Hebben laten zitten. Deur kan open. En we zien een scheve mond en hij praat een beetje verward. Dus we denken over een beroerte, maar dan moet jij bevestigen. Ja? Ja, even kijken. Ja, helemaal goed. Ik ga even de ambulance ga ik even inpakken, even bij elkaar. Mm-hmm. Dan gaan we even inladen. Ja. En dan zal ik hem in de ambulance gaan verder gaan controleren. Goed. Ik ga even onze meldkamer op de hoogte stellen. Helemaal goed. Meldkamer 3202 of? 3202 hier meldkamer, u zegt het ook. Ja, we zijn met z'n allen ter plaatse. Ambulance is ook een voertuig aangetroffen. Staat inderdaad tegen een muur geparkeerd. Persoon lijkt inderdaad ook een beroerte te hebben. Wij gaan het samen regelen met de ambulance. Verkeer rijdt goed door en graag alvast een takelwagen deze kant op over. Ja, ik dacht dat de takelwagen nodig was. Die heb ik al ter plaatse gestuurd. Dus die is zo ter plaatse over. Ja, super. We zien hem er komen. Dank je. Oké, okay, 2202 uit. Hallo meneer. Ik ben van de ambulance. We gaan jou zo eventjes hier op de brancard neerleggen. En dan ga je even mee met de ambulance, oké? Ja. Oké. Okay. Had je iets gezien op kenteken? Nee, ik kreeg helemaal niks. Code 1000. Oké, okay, top. Collega's. Ja. Kun je misschien even meehelpen met het uithalen van de patiënt? Zeker. Ja. Top. Even kijken, als jij dan eventjes bij de... Ja. Wacht, motoragent. Kan jij kijken of je aan de binnenkant kan zitten van het voertuig? Stakel al. Ja, ik zal even kijken. Top. Oh ja, takeltje is er. Even kijken, nou dan gaan wij vanaf hier gaan even eruit halen. Ik stel voor dat we om 3 dan pakken hem eruit en op 6 leggen we hem niet op elkaar. Ja, heb je mijn collega nodig achter mij? Ja, als hij er even, even bij kan staan, mocht hij zwaarder zijn dan we zouden denken. Dan... Kom maar, ja. Top. Goed. 1, 2, 3. Ja. 4, 5 en 6. Ja, oké. Okay. Goed, ga ik hem even de ambulance inhalen. Ja, is goed. Hey Wim, ik ga eventjes naar die sleepwagen toe lopen. Ja, ik wou zeggen. Dan hallo. Hey chef. Hey, er was net een ongeluk gebeurd. Het gaat om die auto die daar tegen dat muurtje staat. Oké, ja. Nog rolbaar, weet je dat? Ja, hebben we net gecontroleerd. Ik heb mensen vrijgezet, handrem eraf. En, als we even die ambu dan eerst voorlaten, dan kan die... Ja, dan draaien we zo voor. Ja. Koud verkeer hier tegen, hè? Ja, ik zal even met de motor proberen verkeer tegen te houden. Oh, wacht even. Ambu, welke kant ga je op? Ja, ik ga in ieder geval even vervoeren. Ik ga naar Erasmus, dus dat zal... Star, jongens. Kijk, Star, hè? Ja. Ja, ik ga hier zo... ik pak de linkerkant, dus ik ga... Ja, okay, als je deze in ieder geval af kan zetten, en eventueel nog de andere rijbaan ook, dan kan ik makkelijk weg. Ja, is goed. Goed, fijne dienst verder. Jullie ook. Yo. Hey Wim, ik heb deze twee hier al op de is goed. Maar dat lukt er met sirene, joh. Zo. Dat wil lukken. Een doof man. Oh, de arm is al weg. Hoi, hoi. Toppie.
Ja, kom nog. Kom maar nog een beetje. Kom maar. Yo, ja, stop maar. Even kijken of ik hem nog kan rijden. Hey, ik heb geen getuigen of iets gesproken, dus ik denk dat we binnenkort even getuigenoproep moeten gaan plaatsen. Misschien even via Twitter of social media. Nope. Dat is toch best pittig, hè, die gast en die auto net. Ja. Ja, ik kan er ook niks aan doen, maar... Nee, wij trouwens... Nee, geen krasjes van die aanrijding net. Nee. Netjes. Zo doen we dat. Wilt u niet rollen? Ja, ik moet even de zekeringen erop zetten. Ja. Nou, ik heb er ook geen verstand van, joh. Nee, ik ook niet, joh. Moeten wij erbij blijven of kunnen we staten zijn? Wat denk je? Heel eventjes nog even, ik denk, want hij heeft wel één rijbaan hier, hoor, maar... Ja, oké. Okay. Ik zal dan even de... Jezus mevrouw. En nu wel krasjes zeker. Ja. Ja. Jongen, jongen. Hey, ik hoor trouwens al de hele tijd een auto-alarm afgaan. Hoor je dat ook of niet? Daar hè? Ik vind het heel vreemd, ja. Zo eens gaan kijken. Nee, meneer, even wachten. Zo. Hey, ja, heb je nog iets van ons nodig? Bij verder ja, misschien iets van de persoonsgegevens zodat ik weet voor wie die auto staat, maar verder niet. We zullen anders rapport van de meldingen opsturen, staat alles in. Ja, is goed. En dan even zeggen dat hij bij ons staat en dan voor reparatie. Ja, is goed. Gaat de meldkamer op. Als hij verzekerd is, maar dat zien we zelf in het rapportje. Jo, is goed. Oké, okay, jongens, fijne dienst nog. Jullie ook. Meldkamer 3202. 3202, geef bericht over. Ja, we gaan weer status 1, hier is alles vrijgegeven over. U staat weer status 1 en alles is daar vrij. Dus ontvangen, bedankt voor uw inzet en uit. En is de alarm ook gestopt? Of niet? Nee, ik hoor hem niet meer. Nee, ik ook niet. Ach ja. Nou, tijd voor koffie. Ja. Nou, ik kom wel nog. Daar recht voor ons. Ja. Auto. Laten we even kijken, want... Is hij nou ook tegen een boom geknald? Geen idee. Nou, even gebruik maken van onze bevoegdheden. Even kijken hoor. Oh, nu stopt hij ook. Is gewoon zeer asociaal geparkeerd. Heel vreemd. Zullen we bekeuring geven? Ja, dat lijkt me wel duidelijk. Dat gaan we zeker weten. Ik weet niet of hij zo geparkeerd heeft. Dit is niet eens een twijfelgeval meer. Ik zet hem schuin neer. Even kentekencontrole doet. Dan ja. Misschien is hij gestolen achtergelaten. Even kijken, het is de 00 Yankee Tango Victor 641. Even checken. Hey, sleutels steken er gewoon in, joh. Kijk eens. Nee joh. Ja echt. Kijk. Wauw. Hoppa, ja, er is iemand met te veel geld denk ik. Zet jij me even recht neer? Ja. Oeh, snel ding. Ja, pittig. Ik ga gelijk even het kentekentje nachecken. Zo. Nou, mooi. Heb je ook thuis wat om te vertellen, hè? Zeker.
Mooi man. Behalve wat snelheidsboosters. Dat dacht ik al. Nee. Ja. Zullen we met sleutels doen? Ja, zullen we maar gewoon op dezelfde plek. Ja, niet. Ik zou zeggen, ja. Eigenaar bellen. Misschien als hij opneemt, kan hij komen halen. Anders laten we voicemail achter en dan tot de sleutels op dezelfde plek zetten. Bel jij of doe ik? Ik bel wel even snel. Ja. Zullen we ondertussen rijden? Ah, nou wacht, ik kan natuurlijk niet. Nou, dan rij ik wel. Jij kan wel gewoon bellen dan in de tussentijd. Ja, is goed. Ik heb de boete trouwens uitgeschreven hoor. Top. Niet als bonnetje, maar ik krijg hem wel binnen.